Er komt een nieuw breed onderzoek naar de invloed van elektromagnetische straling op de gezondheid. Het ministerie van Vrom trekt er 16,6 miljoen euro voor uit. Een kennisplatform gaat burgers informeren over bijvoorbeeld straling van UMTS-masten. Onderzoek wijst echt niet uit dat er nu risico's zijn. Dus laat mensen zich absoluut niet bezorgd maken. Maar we willen zorgen dat we ook inderdaad elke vorm van onnodig risico wegnemen. Het kennisplatform gaat vanaf augustus aan de slag.